kikkertjes. Hallo, kikkertjes. Hallo. Laten we even normaal gaan doen. Maar we gaan dus weer een lekker race spelen met hele mooie Formule 1 auto's. Ik zie een kip. Wacht. Wacht, ik zie ook een kip. Waar is de kip? Waar is de kip? Waar is de kip? Hier op de ding. Hallo kip. Hallo. Daar gaan we. Wat is dit nou? Jesse overleeft het gewoon. Ja, nou, maar mijn auto niet. Of wel, huh? Oh, mijn auto zit in de fik. Nou, boeien, jongens. Ik ga lekker racen, wou ik zeggen. Dan ontploft mijn auto. Kiezen. Echt niet? Oh, nee. Nee, in een Formule 1 auto kan je niet schieten. Je moet uitstappen. Oh, nee. Nee, ja, ook. Oh. Oh, wat? Hey, maar jongens, ik weet niet. Jongen. Ik wil niet heel vervelend zijn, maar ik heb een kusten. Wat heb ik gedaan? Jongetjes. Zo'n lange walrijd. Dit is een hele onmogelijke regenboogwalrijd. Drie rondes! Ja, maar jongens, kijk die regenboogkleurtjes. Dus ik vond hem zo leuk. Ja, dus ik dacht, ik doe hem drie keer, want dan kunnen we drie keer regenboog kijken. Oh, ik ga nu best clean. Ik ga nu heel erg clean. Ik had het hele korte stukje gefixt. Nee! Oh mijn god, ik moet niet te sloom gaan, want dat is weer onmogelijk. Oké, jongens, wat is jullie lievelingsliedje? Wat goed, Wacht. Oh. Hey, ik denk... Paul, hij heeft hem. Dat ik hem heb. Ik zit nu op een groot gedeelte. Dus dit is niet zo moeilijk om te doen. Oh mijn god! Oh, wat is dit nou? Oh, hij is nog helemaal niet af. Oh, hij gaat nog door! Wordt hij dus? Wat heb jij gedaan? Wat? Hoe lang is hij? Jesse! Santino, maat! Schiet op! Santino! Waarom moet je mijn Porsche, vriend? Ik heb hem! Maat, hij gaat te veel naar boven! Hij is echt lang niet af als je eenmaal... Nee, hij is echt lang. En hij is nog moeilijk op het eind. Je kan op het eind echt nog zwaar choken. Oh, ik heb hem. Maar ik zweet nu wel helemaal dood. Ja, jongens, ik ben geconcentreerd. Ik ben nu op een heel lang stuk. Ja, oh mijn god, daarna wordt het moeilijker. Of nee, ik heb het moeilijker. Jongens, maar... ik heb het lange stuk gechoked. Hoezo? Hoe heb je het lange stuk gechoked? Ja, omdat ik niet op zat te letten. Ja, je moet wel een paar dingetjes ontwijken. En daarna gaat hij weer kort, zeg maar, zoals het begin. Oh. Meen je niet? Ja, jawel. Dus eigenlijk in feite ben ik de lul. Oké, ik zit nu op het lange, op het hele brede stuk. Ja. Jongens, wat moet ik doen? Help. Joh, eerlijk, dit is toch een leuke regenboog. Ja, ik vind het echt geweldig. Hij is wel ik geniet vet, zo want erg. Je hebt best veel grip in principe. Met ja, toch? Ja, soms een beetje te veel. Ja. Oh, hier heb je een heel smal stukje en dan wordt hij weer breed. Ja. Oké, kom op. Oh. Je kan dit. Kom op, nail het. Nee! Nee, maar dat laatste stuk is echt heel erg lang! Ja, hebben jullie nu allebei al één keer gehaald? Ja, man, nee. Alleen nee. Ik, denk ik. Ja. Oh mijn god. Oké, zo. Oh, dit is zo niet moeilijk, is dit. Dit is niet moeilijk. Maar je hoeft niet heel hard te... Ja, maar laat me concentreren! Oké, hou me maar in. Alsjeblieft, hou me in. Tommy! Ga zachter. Oké. Ja, goed zo. Oké, maar laat mij concentreren, ja? Pak ook niet mijn slipstream dan, ja? Nee, ik accepteer gewoon dat ik niet eerste word in deze race, maar ik wil hem gewoon halen, oké? Oh, nee! Ik ga hem concentreren, Jesse. Santino, hou je mond. Hou je mond! Santino! Maar weet je wat naar is? Op een gegeven moment kom je op zo'n stukje, daar kan je niet sloom rijden. Je moet hem zo, full speed is denk ik wel het beste, maar... Ja, weet je wat, ik ga hem gewoon volledig yeeten, want ik kan mij toch boeien. Zo, makkelijk, ik ga hem ook gewoon makkelijk halen. Te doen, in principe. Ik ga hem ook gewoon makkelijk halen, wat denk jij, vriend? Behalve voor mensen die Santino heten, maar... Ja, pik, ik word... Heb je hem nog steeds niet één keer gehaald, Santino? Nee, yes. Ah, ik ook niet. Oh, maar je hebt zoveel grip. Oké, ik ben nou weer bij het rode gedeelte, Torben. Ik heb hem voor de tweede keer. You've been lapped bij Torben. Oh my god. Laat het vol mijn beeld komen. Nee, ik heb hem weer. Ik was zo dichtbij. Oh mijn god, ik word Ik word echt Panja. Panja van GTA. Ja, Panja van GTA. Lekker, man. Het eerste gekleurde stuk heb ik gehaald. Die is wel makkelijk, vind ik. Jesse, wat krijg ik als ik jou nog een keer lap? Dan krijgen we mijn frikandelbroertje. Hou ik je aan. Of een broodje frikandel. Welke wil je? Allebei.
Nee, je moet kiezen. Ja. Nee, want dan heb ik je twee keer gelept. Dan is het voor één lap een frikandelbroodje en voor één lap een broodje frikandel. Oké, ja. Auw! Oh mijn god. Hey, hoe raar is het dat een frikandelbroodje en een broodje frikandel totaal anders is? Echt hè, een satine krijgt even een flip. Heb je ooit over nagedacht? Ik krijg nee, ik hoor het niet, sorry. Maar aan de andere kant, is allebei brood met een frikandel. Ja, maar het is wel echt iets anders. Ja. Wat vinden jullie lekker? Een broodje frikandel of een frikandelbroodje? Ik een broodje frikandel. Ik ook een broodje frikandel. Satino is echt kanker. Hou je lekker, man. Wanneer je de race niet kan winnen, dus maar gewoon een frikandelige praten. Echt, deze race is heel... Heb je het eerste stuk al gehaald, Santino, een keer? Nee, Torben! Echt niet? Heb jij zelfs een eerste... Heb jij zelfs een eerste stukje al niet gehaald? Hou je wat. Ik shit het, jongen. Oh, Santino zit in mijn slipstream. Nee, ik ben er alweer uit. Oké, top. Natuurlijk. Oké, kom op. Kom op, pak hem. Oh! Wow! Wow! Hoe heb ik dit gesaved? Hoe mijn god. Hoe ik dit heb gedaan? Oh mijn god. Oh mijn god! Oké, jongens. Ik zit nu... Zien jullie dit nou alweer of niet? Wat? Heb je me weer gelapt? Ja, ik heb hem nu al gehaald. Nee. Heb je hem al drie keer gehaald? Ja. Gedraag je. Oké, ik ga hem halen. Even, ik ben stil. Yes. Oh, maar dat betekent een frikandelbroodje en een broodje frik... Nou, ben ik... Wacht. Krijg jij een Tia, Thor? Nee! Hij is de pest. Nee! Ja, ik hoor het. Nee! Nee! Oh, maar ik raakte dat rode gewoon aan. Ik viel van het rode af, hè, waar je op moet eindigen. Ik weet niet eens wat het rode is. Oh mijn god, ik word helemaal ik wil hem één keer halen. Ik ga niet stoppen terwijl ik dit ding één keer heb gehaald. Nou, ik zweer... jongens, het was me genoeg. Oh, heb je mee gefinished? Tuurlijk. Torben, waarom heb ik drie rondes gedaan? Oké. Ik ga er even voor zitten, jongens. Ik ook. Ik ga nu even concentreren. Ik ben er klaar mee. Oké, zo. Dit stukje is makkelijk. Nee, zat hij nou in mijn mond. Dit is makkelijk. Gewoon volgens. Ik ga Santino spectaten. Dan kan ik even knippen. Ja, dan kan je wel lachen, denk ik. Ik moet zo nodig plassen, ouwe. Ja, moet je... Oh, ik moet ook plassen. Okay, Jesse, ik ben je mentale support. Torben, hou je mond, je lijkt me af! Oh mijn god. Je lijkt me hou af! Hou je mond! Hou jullie mond! Hou je mond! Jongens, ik wil gewoon deze race finishen. Of één keer halen. Maar jongens, eten jullie dan je frikandelbroodje met curry? Torben. Ik ga hem dempen. Of zonder curry. Ik ga hem muten. Mijn frikandelbroodje of mijn broodje frikandel? Nee, je frikandelbroodje met die stukjes curry van de Jumbo. Ja, wel met curry, want dan kan je dat toch moeilijk afhalen. En haal je dan die ringetjes er eerst af of niet? Kun jij ook gewoon even je bek houden? Nee, ik haal wel de uiteindes eraf, want dat is alleen maar brood. Ja, maar er zit geen frikandel. Dat is geen brood, dat is bladerdeeg. Ja, eet jou... Giel, die eet alleen de frikandel. Ja, maar Giel die spoort. Giel eet alleen... Of alleen een thee, één van de twee. Ja, hou op over die frikandellen. Ik ga hem halen, Jesse, ik ga hem halen. Jesse, je moet passen. Pas op. Ja. Let's go. Ik heb hem. Oké, maar Torbo, komt er nou hier nog een bal uit of niet? Nee, nou moet je gewoon Nee, nou is het weer... Wow! Gezellig! We hebben een donutje tussendoor! Ja! Of een lekker Satino. Ja. Ga jij ermee akkoord dat jij een DNF hebt? Wat? Maar je moet hem nog twee keer halen, vriend! Ja, maar dan heb ik een soort van... Ben ik tweede, dat Satino opgeeft, toch? Ja, ik ben klaar. Ik ben hier. Alt F4. Zo, op. Alt F4. Maar dan haalt Jesse dadelijk een DNF. Waarom doe je dit nou? De reverse card. Oh mijn god, echt Santino, ik haat jou. Dan ga ik maar lekker bij de kip eventjes kijken. Hallo Kim, ik ben aan het zwaaien naar de kip. Oké, ik ben er echt klaar mee. Dat was de video, klik even op een van deze andere twee video's, want dan moet je zeker niet missen. En abonneer even op beide mijn kanalen.